In deze video maken we een twirl-effect. Ik kreeg de vraag via een berichtje hoe je dat nou deed. Er zijn al tal van filmpjes op internet verschenen, maar die zijn grotendeels allemaal Engelstalig en er was behoefte aan Nederlandstalig. Dus laat ik daar even induiken en laat ik dat effect even uitzoeken. Een twillfoto is eigenlijk een bestaande foto die omgezet wordt naar een ja, draaiend lijnenpatroon. En het maakt eigenlijk niet uit wat voor foto je pakt. Ik zal dadelijk gewoon uh, een andere foto pakken, maar ik ga eerst met deze foto van de auto aan de slag. Er blijft uiteindelijk niks van je foto over, dus het hoeft allemaal niet herkenbaar te zijn. Zeg maar. Het gaat eigenlijk meer om de kleuren die in je foto zitten, die komen straks terug naar boven. Het eerste wat je doet, dat is je foto omzetten naar een slim object. Er moeten namelijk een aantal filters toegepast worden en die filters moet ik op het einde ook gewoon een klein beetje anders gaan behandelen. Hoe zet je je foto om naar een slim object? Dat doe je door in het lagerpaneel met rechts erop te klikken en dan te kiezen voor omzetten in slim object. De naam achtergrond verdwijnt, ook het slotje dat zal verdwijnen en er komt in je laag een heel klein icoontje te staan en op dat moment heb je dus een slim object. Het eerste wat ik ga doen, dat is een aantal streepjes over de foto zetten. En die vind je bij filter. En dan heb je bij pixel, heb je mesotint staan. Wat dit doet, het is eigenlijk ja, gewoon een effect over je foto. En je kiest daar normale wegen. Nou, dan krijg je wegen van links naar rechts. Als ik het toepas, dan zul je dat ook zien in de foto. Nog even terugkomen op slimme objecten. Je ziet dat het filter eronder hangt. Ik kan het nog een keer aanpassen. Dus als ik nou dubbelklik op het woord mesotint, ga ik terug naar het filter en kan ik bijvoorbeeld kiezen voor lange vegen. En dan wordt dat toegepast. Ik maak dat even ongedaan met Ctrl Z, want ik blijf bij de middellange vegen, de normaal. Het volgende wat ik ga doen, dat is eigenlijk alles samentrekken naar het midden, middels het radiaal filter. Dus ik ga terug naar filter en dan heb je daarbij vervagen, radiaal, vaag staan. Wat je hier moet kiezen is een hoeveelheid van 100. We willen een zoom-effect. En de kwaliteit is best. En geloof me, als je kiest voor laag, gaat het misschien wel sneller, maar zie je dat terug in de kwaliteit. Dus je kiest gewoon voor best. Dan maar even wat langer wachten. Als je je best doet en je weet wat de originele foto was en je knijpt je ogen een beetje, dan haal je hier eigenlijk nog wel de raceauto uit. Je herkent de velg nog goed. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga het effect herhalen. Wederom naar filter, maar in plaats van nu naar vervagen te gaan, heb ik hierboven al het laatst gebruikte filter staan. Radiaal vaag. Dus ik kan daar gewoon in één keer op klikken. Ik krijg het filter weer voor mijn neus. Nou, alles staat nog goed ingesteld. Dus ik klik op oké. OK. En die stap ga ik nog een derde keer herhalen. Dus terug naar filter. Weer bovenaan radiaal vaag. En ik klik wederom op oké. OK. En je zult zien, dan is alles mooi samengetrokken tot in het midden. Wat ik nu kan gaan doen, dat is mijn draaiing geven in de foto. Ik heb nu vage lijnen, het is allemaal niet meer herkenbaar en ik kan het gewoon gaan draaien via filter. En dan heb je daar vervorm staan en kronkel. De waarden die je hier kiest, dat bepaalt je draaiing en laat ik gewoon eens beginnen met 100. Je kunt altijd nog gewoon een aanpassing maken. Want vind je 100 niet genoeg, dubbelklik gewoon op het woord kronkel en het filter komt weer tevoorschijn en ik typ bijvoorbeeld de waarde 150 in. Dit kronkelfilter moet ik iets anders gaan behandelen dan normaal. Je hebt hier bij slimme filters heb je hier wat streepjes en pijltjes staan. En als je daarop dubbel klikt, dan zal het filter zich niet gaan laden, maar je kunt aanpassen hoe het filter zich gaat gedragen. Het moet wel eerst gerenderd worden en afhankelijk van hoe snel je computer is, kan dit eventjes duren, dus heb daar gewoon een klein beetje geduld voor. Dat hoort er nou eenmaal bij. Je hebt hier dus de opties van je filter. Je kunt de dekking veranderen, nou, dat is niet nodig, maar we gaan wel de modus veranderen. Die staat nu op normaal, maar die zetten we op lichter. En je ziet, ik krijg al sierlijke lijnen in mijn foto. Ik ga het draaifilter nog een keer toepassen. Dus ik ga terug naar filter en terug naar kronkel. En weet je niet meer waar het staat? Het zat daarbij: vervorm kronkel. En ik typ nu niet 150 in, maar juist het omgedraaide min 150. En ook hier dubbelklik ik even op die lijntjes en pijltjes om te kiezen hoe het filter zich moet gaan gedragen. En ook hier zet ik de modus van normaal op lichter. En in principe is mijn foto nu klaar. Kan ik er nog een paar effecten aan toe gaan voegen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou ik ga met een aanpassingslaag van Curve een klein beetje donker terugtrekken en een heel klein beetje de hooglichten omhoog gooien. Ik gooi er een aanpassingslaag levendigheid overheen en ik trek de levendigheid aardig omhoog en de verzadiging ook. En vervolgens pak ik de kleurbalans nog een beetje aan en ga ik de schaduwen vullen met wat meer rood en wat meer geel en in de hooglichten stop ik er een beetje groen bij en zie je aan. En op die manier krijg ik dus gewoon mijn twirl effect. Pak ik nog even een andere foto om te laten zien dat het echt niet afhankelijk is van de foto. En ik ga hier wat sneller doorheen. Ik neem aan dat je het de eerste keer goed gezien hebt. En bij kronkel kies ik deze keer de waarde 100. Maar je zou het dus allemaal in een handeling op kunnen nemen. Dan zou je het met een druk op de knop gewoon in één keer kunnen doen. En kun je koffie gaan drinken. Dat is misschien veel sneller en makkelijker als je dit een leuk effect vindt. En als je er hier een paar van wil maken, natuurlijk. Als je dit één keer wil doen, dan maak je geen handeling. En je ziet, ik ben niet gebonden aan die vaste aanpassingsfilters. Je kunt gewoon kiezen wat je wil. En laat ik hem zo eens houden. En ook hier zie je. Een andere foto met andere kleuren geeft dus gewoon weer een totaal effect dan mijn oorspronkelijke foto en het ziet er dus gewoon best wel grappig uit. Leuk als bureaublad achtergrond bijvoorbeeld. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.